Constantijn Huygens is geboren op 4 september 1569 in Den Haag. Hij ging niet naar school, maar kreeg les van zijn vader en gouverneurs. Hij had veel talent. Huygens was Nederlands dichter, diplomaat, geleerde, componist en een architect. Het dichten deed hij goed, want hij staat bekend als een van de grootste dichters van de Gouden Eeuw. Volgens hem schreef hij zijn gedichten wel in zijn vrije tijd. Huygens speelde veel verschillende instrumenten, zoals de luit, gitaar, viola da gamba en klavercimbal. Muziek was voor hem belangrijker dan het letterkundige werken. Huygens is gestorven op 28 maart 1687 in Den Haag. Huygens leefde van 1597 tot 1687 en leefde dus in de Gouden Eeuw. Het is een tijd van rijkdom en macht, waarin Nederland uitgroeide tot een van de machtigste landen van Europa op het gebied van de economie. Toch waren er grote verschillen tussen de burgers. Sommigen zijn namelijk heel rijk, terwijl het grootste deel van de bevolking arm is. De rijken verdienen hun geld door de VOC, die de handel voerde met Nederlands-Indië en daarmee veel geld verdiende. De politiek in de 17e eeuw bestond uit de stadhouder en de Staten-Generaal, die samen alle gewesten bestuurden. Hier komen een aantal bekende werken van Constantijn Huygens. Dit is de Batava Tempe, gemaakt in 1621. Dit is Treintje Cornelis, gemaakt in 1653. Dit is de Zeestraat, gemaakt in 1667. Dit is Daagwerk, gemaakt in 1638. Dit is Zedeprinten, gemaakt in 1624. Gravo te muedo mederis Sena tu fu Precipices, que je vis tant d'étés, jaloux. Constantijn Huygens is nu nog te vinden in musea, een straatnaam is naar hem vernoemd en in bibliotheken.